Wat is dit voor vet kaartje? Het is een... Yo, Nintendo-fans, welkom bij een gloednieuwe video. En ik heb zin in deze video. Ik heb namelijk deze Evolving Skies Elite Trainer Box gekocht. En ik kan niet wachten om hem uit te pakken. Bij de vorige Pokémon kaarten video vroeg ik om 1000 duimpjes. En die hadden jullie echt knijtersnel omhoog gedaan. Als we bij deze video 3000 duimpjes omhoog krijgen, dan ga ik zorgen voor een XXL Pokémon kaarten video. Dus knal ze omhoog en dan ga ik snel kijken of ik die Umbreon kan fixen. In zo'n Elite Trainer Box zit natuurlijk ook weer een boekje met alle vette kaarten. En deze vind ik ook heel cool. Die hadden we nog niet gezien. Een Flareon. Oeh, hier nog een andere Umbreon kaart. Die is ook mooi. Wow, en check deze Espion kaarten. We hebben hier nog een Rayquaza. Nou, weet je wat? Ik kan niet meer wachten. Laten we beginnen. Oeh, deze hoesjes zijn ook echt cool. Dit zijn denk ik mijn nieuwe favoriete hoesjes. 8 pakjes. Let's go. En het eerste pakje is gelijk een Umbreon pakkie. Alsjeblieft, jullie mogen de codekaart hebben. Dan doen we er 4 naar voren. Beginnen we met een Grass Energy. Dan hebben we gelijk een Crustal. Kijk die fossielen hier ook op de achtergrond. Nice. Leuk kaartje. De volgende kaart. Switching Cups. Dan een Elemental Badge. We hebben een V-Badge. Een Rapid Strike v Badge. Pas op dat je er niet intrapt. Niet in het pokebal happen. Grappig plaatje ook hoor. Dan gaan we door met een Hoppip. We hebben... Huh? Hoe gebeurt dit? De laatste tijd zie ik wel vaker fouten in pakkies. Ik heb zelfs gezien dat iemand bijna een hele box vol had met alleen maar energy. Hoe dan? Dan moet je gewoon echt even terug gaan naar de winkel. Maar, nou ja, 2 dezelfde kaarten achter elkaar. Wat? Oh, deze is wel vet. De Single Strike Hitmonchan. Ja, die vind ik wel cool. Vette art ook weer, man. Die art is wel echt heel nice. Dan hebben we als volgende een Fletchling. De reverse is een Lilypup. En er zit wat moois achter. Ik zie hier al een randje. Wat zit er achter de Lilypup? Ah! Doe een duimpje omhoog. En dan hebben we hier een... Ja! We hebben een Umbreon kaart. Een Umbreon VMAX kaart. Holy moly. Oh, hier ben ik blij mee. Dit is vet. Die gaat gelijk in zo'n mooi hoesje. Wat? Hoe dan? Umbreon VMAX is nu al in de pocket. Wat vet. Deze Umbreon kaart is niet het allermeeste waard, maar hij is alsnog €25 waard. Dus we hebben de waarde van de helft van de Elite Trainer Box eigenlijk er al uit. Oh, yes. En een van mijn favoriete Pokémon. Ik ben hier zo blij mee. Oké, dit zag ik echt niet aankomen. Maar wat een mooi begin. Het tweede pakje is de Relodon. Codekaart is weer voor jullie. En we hebben weer een Grass Energy. Dat begon net ook heel erg goed. Dan hebben we hier een Lombre die lekker aan het zwemmen is in het water. We hebben een Shellgon. Volgens mij hebben we die al. Die staat echt heel eenzaam daar op een eiland. Is dit ook een VMAX Shellgon of zo? Anyway, Full Face Guard. Een C-dotje. We hebben hier een Voebedje. Leuke Eevee kaart. Oeh. Ja, we hebben Rayquaza gepoeld. Kijk, zie je die Rayquaza hier? Dikke Rayquaza poel, jongen. Dan hebben we een Timple. Een Cutiefly. Wat een simpele art is dit. Wel grappig. We hebben een Sableye reverse. Leuk kaartje. En als laatste hebben we nu een Timple. Het volgende Duraludon pakje. Trouwens, als je nou meer codekaarten wil hebben, volg me ook even op Instagram. @rickachuchu. Dan hier. Fire Energy. Een Golduck. Nice. Die is ook al lekker aan het chillen. De Rubber Gloves. We hebben hier de Copycat. Dan een Scraggy. Dan een Hippopotus. Een Timple. Litleo. Eevee. Weer met de Rayquaza. De reverse Digging Gloves. En we hebben weer een mooi kaartje. We hebben er weer een. Het derde pakje is weer een fantastisch pakje. Wat zit hierin? Ah, wat is het? Wat is het? Oh, Glacier V. Super cool. Jeetje, wat gaan we heerlijk in deze Elite Trainer Box. Deze is maar €3 waard, maar alsnog weet je wel. Het is gewoon weer een hele vette pool van een Eeveelution. Daarom is dit ook zo'n leuke box met al die Eeveelutions. Super cool. Glacier V-kaart in de pocket. Nice. 3 pakjes en 2 goede pools. Nu een water energy. Oh, zo sikke kaart. Kijk deze art van Vigorot. Hij gaat helemaal los. Hij heeft allemaal vuurshizzel om zich heen of zo. De volgende is een Rapid Strike Scroll of the Flying Dragon. Dat moet je eens even 10 keer achter elkaar zeggen. Nee, gaan we niet doen. Fletchinder is de volgende. Een Love Disky. Dan hebben we een Dwebble, Hippopotus, Zorua, Psyduck. De reverse is een Dreamball. En als laatste hebben we nu Sharpedo. Cool kaartje, maar nee, het kan ook niet altijd feest zijn, hè. We zijn op de helft van onze pakkies. Zou de tweede helft net zo goed zijn als de eerste helft? Als je dit nou trouwens leuke video's vindt, vergeet dan niet even op dat abonneerknopje te drukken, hè. Laten we richting die 60.000 gaan. Kijken of we dat binnenkort kunnen halen. Dan gaan we nu verder met een Scrafty. Een Ursaring. Oeh, die is ook aan het huilen naar de maan. Super cool. Deze serie heeft echt veel vette kaarten, man. Holy moly. We hebben hier Raihan. Dan een Deno. De volgende kaart is een schattige Teddy Ursa. V-Badge, die hadden we net ook. Hoppip, die hadden we net dubbel. Hitmonchan, vette kaart, maar die hadden we net ook. De reverse is een Timple. En als laatste... Oh! Deze is ook wel leuk. Een holo rare Ludicolo. Of Ludicolo. Ludicolo is echt een grappige meme Pokémon. Ik vind het wel een geinig Pokémonnetje. Weet je wat? Die doen we ook gewoon even in een sleevie. Hier is weer een codekaartje voor jullie. En dan begint het vijfde pakje met een Fire Energy. Een Floet. Rapid Strike Floet. We hebben een Boost Shake. Lombre weer die aan het zwemmen is. Pikachu. Hey, die had ik nog niet. Is helemaal geen zeldzame kaart. Maar die had ik gewoon nog niet. Leuk. Pikachu ook weer in de pocket. Dan hebben we een Applin. Een Lilypuppy. Emolga. Ook een leuk kaartje. Emolga vind ik ook schattig, man. Tentacool. Een Mareep Reverse. En als laatst een Drampa. Ja, die hadden we ook in de vorige video. Dus daar gaan we niet te veel aandacht aan besteden. Dan het volgende pakje met een Grass Energy. De Full Face Guard. Weet ik niet of we die hadden. Yo. Deze Hypno is vet misvormd. Hoe hebben ze deze art goedgekeurd? Hij lijkt helemaal uitgerekt of zo. Wat een gek kaartje. Trouwens, in dit pakje zit weer een goede kaart. Ik zie het al. Ik zie weer een donker randje. We gaan door met een Lombre. Dan hebben we nu een Tentacooltje. Dan, de Hoppip zit zo'n beetje in elk pakje. We hebben een Dino. We hebben een Mareep. Maar ik wil gewoon het laatste kaartje weten, Wobbevet. We hebben een Flapple. Die komt er nu aan. Het laatste kaartje in dit pakje. En we hebben hierna nog één pakje. Wat is dit voor vet kaartje? Het is een... Rayquaza VMAX! Ook nog, niet de alternatieve art, maar wat? Ook gewoon een Rayquaza VMAX? Wat is dit voor een zieke Elite Trainer Box? Nee joh, gelijk even in een hoesje gedaan. Rayquaza VMAX hebben we ook gewoon even gepoeld. Dit is een super zieke doos. Laten we even kijken wat deze waard is. Rayquaza VMAX is €30 waard. En ik heb €60 betaald voor deze doos. Dus deze drie kaarten die we nu hebben gepoeld zijn eigenlijk al evenveel waard als dat deze box heeft gekost. Lekker hoor. En dan hebben we nog een pakje. Alsjeblieft, codekaartje weer voor jullie. Ik ben zo benieuwd of we hier ook nog wat moois uit krijgen. We beginnen in ieder geval met een Boldor. Dan hebben we Aroma Lady. Oh, wat ruikt het lekker. De volgende is een Rescue Carrier. Een Gossifleur. Een Luftdisky. Een Fletchling. Een Chinchu. Een Petaleo. Een Drampa. En de laatste kaart van deze Elite Trainer Box is een Appleton. Maar holy macaroni, jongens. We poelen gewoon even een Glaceon. En een Rayquaza. En Umbreon VMAX. Misschien zijn dit wel de twee tofste Pokémon uit Evolving Skies. Gewoon allebei samen in één Elite Trainer Box. Ik vind dit zo sick. Dus doe het duimpje omhoog. Bij de 3000 duimpjes gaan we een gigantische XXL aflevering opnemen van Pokémon kaarten. Dus let's go. En vergeet niet om te abonneren. En dan zie ik jullie allemaal bij de volgende video. Mazzel!